Hier zijn Michael en Jasmine Sender. Ik hoorde net bij de afkondiging Skate of Queen. Ik heb het woord nog nooit gehoord, dat kun je ook bijna niet bedenken. Maar nee. Voelt het ook zo voor jou, Jasmine? Ja, nee, als je 4 keer in de skate-off hebt gestaan, dan snap ik het wel, ja. En nou, wat denk je vanavond er gaat gebeuren? Denk je nou, zou het niet een keer heel leuk zijn als ik nou eens normaal door zou gaan, dat gevoel? Het zou heel leuk zijn, ja. Je zit zelfs roze in je haar, geloof ik, of niet? Wat ziet het? Oh, god. Nou, je ziet er wel heel mooi uit, moet ik zeggen, hoor. Hé, hey, hoe ging je voor je gevoel? Ja, lekker. Alles erop en eraan? Ja, alles erop en eraan. We gaan even kijken hier. Oh! Oh, klein flippertje. Ja. Een klein flippertje. Nou ja, ik bedoel, dat moet wel kunnen. Dat je dan, ja, dan moet je er weer inkomen, ja. En gewoon gaan. Ja. En volgens mij ging het aardig gelijk ook met het met de ballet. Chorus, want dat is ook zo lastig als er weer een heel ballet omheen dansen. Ja, natuurlijk. Daar hebben we wel heel veel op geoefend. Omdat het best wel lastig is qua timing. Maar ik hoop dat het gelukt is. Kijk, hier ga je mooi achterwaarts. Kijk, maar het gaat toch steeds beter zo, Jasmine? Ja. Wat gaaf zeg, om dit te zien. Cool. En je blijft heerlijk lachen. We hebben het al vaak eens een beetje, niet alleen je Antilliaanse billen, maar ook je lach is natuurlijk... ja, dat is toch heerlijk. Een blij gezicht, alles op en neer en het heerlijk op de maat. En, ik heb er gewoon heel veel lol in. Dus, dat is het allerbelangrijkste. Ja, het is super gaaf om te doen, dus ja, waarom zou je er niet van genieten? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je zo vaak al in die skate of hebt gezet. Je denkt van ja, nu ben ik er eigenlijk wel een keertje klaar mee. Maar je blijft enthousiast. Ja, natuurlijk. Je blijft naar de quitter. Ja. En dan wordt de jury ook eens gaan we zien, hè. Geef ze een applaus, Michael en Jasmine. Woe! Bonacci, douchie. Bonacci. Ja, ik moet Gerard gelijk geven. Je ziet er goed uit. Je ziet er ook sexy uit. Mag ook wel eens gezegd worden. Je hebt het, Michael. Ik zie allemaal mannen omhoog springen en die roepen Michael. Oké, okay. We have good fans up there. Yeah. I see. You know him, you know him? No. Oh nee, hij kent hem niet. Oké, we gaan snel naar de jury, anders staan we hier morgen nog te kletsen. Het is zo gezellig. Maar we gaan eerst naar Peter. Ja, Jasmine en Michael, dat Jasmine nou de skate of queen is, dat heeft je geen windeieren gelegd, want je hebt waanzinnige routine opgebouwd. En daardoor kan je helemaal stralen, en dat doe je in dit nummer. En ik vond het ook heel erg uitdagend. Je brengt het uitdagend, het was een uitdagend nummer. En er zat een hele mooie snelle lift in. En de laatste lift tipte je aan, maar als je uitdaagt mag je best even iets laten schieten. Dus mij is het vergeven. Oké, het is je vergeven. We gaan door naar Jane. Ja, je bent vanavond onze diva. het was trots, sexy en speels. Alle ingrediënten van een diva waren daar.
samenwerking met het koor ging ook heel erg goed. Leuke liften zat erin. Je bent schaatstechnisch ook vooruit gegaan, waar zo een mooie presentatie door mogelijk is. Gefeliciteerd. Dank u wel. Ja. Over zeggen. Ja, ik vond dat was een hele krachtige kuur. Ik vond het begin prachtig. De drie eerste stappen was absoluut geweldig. Voor de eerste keer hebben we twee hoger dan de heuplift geprobeerd. Zo jammer dat de tweede lift, je was jouw balans kwijt. Het was zo goed gedaan, de hele middag in repetitie. En vanavond, jammer. Ja. Klein slippertje. Als het alleen maar over het ijs is, moet het kunnen. Een klein slippertje. Dan is het geoorloofd. We gaan naar de punten kijken van de jury. Jane. Een 8. Een 8 voor Jasse. Peter. Een 9'tje. Een 9. Mooi. Wil. 9. Ook een 9. Lekker. Mooi. Voor onze zwarte diva kon 8. Een 8. Is pas de eerste kuur een 8,5 gemiddeld. We gaan even naar de tussenstand kijken. Geert en Sherry hadden een 8,3 en jij hebt met Michael een 8,5. Dus met je eerste kuur sta je boven hem. Maar nog een kuur te gaan en niet alleen de punten van de jury tellen, maar ook die van u thuis. Dus bel voor Michael en Jasmin 09090312 of sms Jasmin naar 4600. En als u stemt, maakt u ook nog eens kans op de LG LCD-televisie, de kaarten voor Holiday on Ice of de auto, de Toyota Verso. Dus vergeet vooral niet te stemmen. Dankjewel, Jasmin en Michael. Dankjewel. Tot zo. Geef ze een hartelijk applaus. Hier zijn Michael en Jasmin Sindler. Daar zijn ze. Onze eigen Jodie Bernal had in het jaar 2000 een hit met een van de meest succesvolle Nederlandse singles aller tijden. Que si, que no. Ja, ik hou ervan. Met zijn Katka haalde hij vorig jaar natuurlijk de finale en glansrijk. Nou, benieuwd of ons volgende koppel dat ook gaat lukken. Hier zijn Michael en Jasmine Sender. Eerst even een slokje hier. Ja. Ach, lieve kind, je vloog over dat ijs. Ja. Wat een power en een vaart. Misschien wel een beetje te veel gehaakt. Ja. En wat
toontje snel en wat tilde hier weer snel op. You did it very well. It goes so fast, Michael. What was going on? No, it's normal. Oh, it's normal. We did it like that all the time. Oh, it's normal. Very fast, yeah. Voor de kijkers thuis hoorden bij de kuur. Leuk gedaan. Nee. Because we actually very fast, yeah. Oké, ja. The reaction was also very fast. Maar we gaan even kijken of we nog een slow-motje krijgen. Nu kijk. Ik struikelde volgens mij. Ja, struikelde over je voet. Was dit je punt volgens mij? Ja, die punt, ja. Die rottige rotpunt. Foot traffic. Ja, foot traffic, ja. Maar het is verbazingwekkend dat je het zo snel weer oppakt. Ja, je moet hem afmaken, weet je. Het is voor respect naar mijn partner toe dat ik van mijn kuur moet afmaken. Dus, Nou, maar dat siert je enorm, hoor. Ja. Wat ik daar ook toch best wel heel... Ja. Op een gegeven moment, als je dan zeg maar in zijn nek hangt, dan moet ik dat been, dus die achterkant van die schaats, over het hoofd heen. En dan hou ik ook mijn hart vast en denk ik, oh jee, gaat het wel hoog genoeg niet? Straks ook nog een schaats in iemands hoofd hebben. Ja, nee, het ging gelukkig goed. Dat ging goed. Dus zo jammer, maar ja. En je bent een van de weinigen, denk ik, Jasmine, waar we een prachtige pirouette zien. Dankjewel. Don't worry, Jasminka. I skate many years. Yeah. And 2 years ago I fall too in the European Championships. Don't worry. Oh, this is not big deal. Nee, maar die pirouette, luister, die pirouette ging toch helemaal klasse? Dat is toch... die ging super lekker. En daar heb ik nog weinig kandidaten zien doen. Dus wat dat betreft denk ik dat, en hoop ik ook dat het in je voordeel werkt. Dames en heren, ovatie voor Michael en Jasmine Sender. Succes. Wat is er? Ja, dan val je. Ja, dan val je. Dat kan wel eens gebeuren, maar die vallen ook en die komen gewoon uit de lucht gevallen. Dan moet je je maar mee troosten. Ja. Meisjes gaan naar de jury, tweede kuur. Het is natuurlijk zwaar en moeilijker, je moet je daarvoor opladen. Dus kan gebeuren. Ja? Mark. Jasmin, ik vind het zo jammer. Dat was voor mij jouw beste kuur tot nu. Oh. En ik vind het zo jammer. Ja. Maar wel. Dat was Pieter, dat was heel veel humor in jouw kuur. Je hebt voor de eerste keer een horrorlief geprobeerd en dat was absoluut leuk en mooi gedaan. Er was tempo, er was, alles was in. Zo jammer dat je bent gevallen. Ja. Jammer. Ja, maar je moet dat ook in jouw beelden, in mijn beelden, je moet ook dat, hoe zeg je, take count on it. I mean, meenemen, de punten bedoel je? Ja, shit. Count on it. Nee, shit, dat doen we niet meer. Je rekent erop, of? Absoluut, ja. Oké, we gaan het later op de band allemaal terugkijken wat je nu bedoelt. Ik ben heel onduidelijk. Okay. Ik ben helemaal geschokkeerd. Dat gebeurde mij dus net ook. Ik ben helemaal geschokkeerd bij de... Maakt niet uit, neem een slokje, komt allemaal goed. Wil, wat vond je ervan? Nou, Mark is een beetje verslacht ervan. Nou, wij allemaal. We schrokken hier allemaal trouwens, want het ging zo lekker. Ja. En Gerard, die heeft dat heel goed gezien. Die pirouette, die danspirouette, hij was prachtig. Mm. En inderdaad, een van de weinigen. Verder een fantastisch dansnummer. Veel muzikaal gevoel, allerlei leuke pasjes. Die probeerde achter gekruiste chassés te doen. Waren nog niet helemaal gekruist, maar oké, een kniezoor die daarop net. Ja, gevallen. Ja. Dat komt onder andere, denk ik, je hebt natuurlijk veel vaart, maar je staat vrij hoog als je vooruit schaatst. Als je nu probeert om dus iets meer knie te nemen, waardoor je dus meer grip op de ijs krijgt. Dus probeer meer je knieën te gebruiken in je standbeen. Snap je dat? Ja, snap ik. Okay. Ja, dankjewel. Ja. Okay. Het was verder fantastisch. Verder was het dankjewel. Goed. Er kan het al gebeuren. Een foutje kunnen we maken. We gaan naar de punten voor de kuur van Jasmin. En dan beginnen we bij Jane. Jasmin, heel jammer, want ik had je graag een 9 willen geven, maar het wordt een 8. Het wordt een 8, ja. Daar ben ik ook blij mee. Puntenaftrek voor het vallen, ja, dan krijg je dat. Peter? Er is zoveel goeds over, van mij krijg je ook een 8. Oké, een 8 van Peter. Wil? Ik vond het zo'n mooi dansnummer en ik vergeef je dat kleine foutje, 9. Een 9. Ja, maar eerst idee was een 9, het wordt nu een 8. Het wordt een 8. En dat is een 8,3 gemiddeld. En dat tellen we op bij jouw eerste kuur.
Als het in beeld komt, daar ga je... Je had een 8.5, er komt een 8.3 bij. Dat wordt een gemiddelde van 8.3. Daarmee blijf je nu op de derde plaats staan. En aangezien het live is en mijn hoofdrekenkunsten ook niet zo snel zijn, wil ik wat rechtzetten. Want Geert had een 8.3 en daarna een 10.0. En het was geen 9.0 gemiddeld, maar een 9.2. Ach, blond, kan gebeuren. Hoe dan ook, we waren bij Jasmin. En Michael, daar moet u voor bellen. Want ja, zo'n val, dat kunt u haar gewoon rustig vergeven. Bel voor... Voor Jasmin naar 09090312 of sms Jasmin naar 4600. Zorg dat ze dus niet nog een keer in die skate-off terechtkomt. Dankjewel, Jasmin en Michael. Dankjewel.